Vandaag kan je in Antwerpen in het Middelheim gaan kijken naar de installatie van een gloednieuw kunstwerk. De Amerikaanse kunstenaar Chris Burden installeert er namelijk Beam Drop Antwerp, een spectaculaire creatie. En daarnaast opent er ook nog een tentoonstelling van hem. Goedemorgen, Sarah Wijns. Goedemorgen. U bent curator in het Middelheim. Wat is dat, die Beam Drop? Beam Drop is een abstract expressionistische sculptuur van ongewone afmetingen. Wij gaan 60 tot 100, we zullen zien hoe ver we geraken, balken laten vallen van een kraan van 50 meter hoog in een bad beton. En dat is het plan. Ja, en dat gaan jullie nu vandaag doen? Ja, dat gaan wij vandaag de hele dag doen. Met de kunstenaar erbij? Samen met de kunstenaar erbij. Hij bepaalt welke balken omhoog gaat en waar dat die terechtkomt. En dat valt dan in een put beton. Hoe groot is die put? Die put is 12 bij 12 meter groot. Ja, dat is een enorm kunstwerk. En die balken? De langste balk is 18 meter lang. Aha, en wat is het idee hierachter? Hij zegt eigenlijk dat hij maakt zelf vaak de vergelijking met Jackson Pollock. De manier waarop Jackson Pollock... dat is die met zijn druppelkunst. Precies, zijn druppelkunsten of zijn druppelschilderijen maakte. Zijn action paintings eigenlijk. Hij zegt, we maken een werk waarbij het resultaat voor een groot deel bepaald wordt door de toeval en de zwaartekracht. Mm-hmm. Dat is, ja, dat klinkt een beetje spectaculair, maar daar is hij wel bekend om ook. Hij heeft al vaker van die spectaculaire acties gedaan, hè? Ja, dat is eigenlijk de manier waarop hij zijn pluimen verdiend heeft, zeg maar, in de kunstwereld. In de jaren 70 is hij heel snel heel bekend geworden met performances die hij heeft gedaan, die nogal spraakmakend waren en die intussen berucht genoemd kunnen worden. Onder andere shoots in 71, waarbij hij zichzelf in de arm liet schieten. Oeh, of, dat is wel drastisch. Ja, een transect waarbij hij zich liet vastnagelen op de kap van een Volkswagen kever. Uh-huh. En op die manier is hij eigenlijk heel snel heel bekend geworden. En er zijn ook werken waar dat 40 jaar later ondertussen nog steeds over gepraat wordt. Ja, en vandaag dus die Beam Drop in Antwerpen. Is de kunstenaar al gearriveerd? De kunstenaar is hier al sinds 7 uur, ja. En wat zijn jullie nu dan concreet aan het doen? Onze kraan is omhoog en wij testen nu het release-mechanisme. Dus eigenlijk het instrument dat de kunstenaar heeft ontworpen om de balken los te laten van op grote hoogte. En vanaf wanneer beginnen die te vallen? Het publiek kan komen kijken vanaf 9 uur 's ochtends. En dat zal doorlopen tot vanavond, ik denk een uur of 9, 10. Dus de hele dag door kan je daarnaar komen kijken? Ja, absoluut. En als dat dan af is, ja, dan die beton wordt hard. Dus dat is dan een echt kunstwerk. Blijft dat staan of wordt dat weer weggehaald? Het zou een hele klus zijn om het weg te halen. Het was absoluut een deel van de vaste collectie van het Middelheim Museum. Ja, en er is nog meer vandaag, dacht ik? Of er start ook een tentoonstelling van hem? De installatie van Beam Drop Antwerp is het startpunt van de tentoonstelling, die nog tot 27 september loopt. En wij zullen behalve dit werk ook bruggen tonen. Hij heeft een fantastische selectie gemaakt van bruggen in Meccano. Mm-hmm. Hij heeft hele mooie replica's gemaakt van bruggen die gewoon bestaan. Bijvoorbeeld de Tower of London Bridge in Engeland of de Victoria Falls Bridge in Zuid-Afrika. En heeft die exact nagemaakt, maar gebruikmakend van Meccano. En daar kan je dus ook naar gaan kijken, allemaal in Middelheim. Als ik het goed begrepen heb, mevrouw Wijns, is het vandaag gratis om naar die installatie te komen kijken. Het Middelheim Museum is altijd gratis. Altijd gratis in het park, voilà, prachtig. Absoluut. Heel erg bedankt en veel succes met het laten vallen van die enorme palen. Dank u wel. Heel graag gedaan. Dag.